Ik ben Justin, ik ben een van de 15 deelnemers uit het kamp van Koningsbrugge. Zoals jullie ondertussen weten, heb ik het einde weten te halen en dit is mijn terugblik. Had je ooit gedacht dat je het einde van kamp van Koningsbrugge zou halen? Ja, ik heb er wel aan gedacht, maar tijdens het programma zelf heb ik er ook wel eens aan getwijfeld. Ja shit, heb ik het nou eigenlijk wel goed gedaan? Heb ik hetgene laten zien wat ze wilden zien? Het moment dat ik dacht dat ik het einde zou gaan halen was bij de individuele opdracht. Nou, toen heb ik echt volgens mij het beste van me laten zien en dat heb ik achteraf ook teruggehoord. Dus toen schatte ik in dat mijn kansen wel groot waren om het einde te halen. Hoe voelde jij je toen je wist dat je het einde had gehaald? Ja, natuurlijk super trots. Samen met mijn medekandidaten Marjolein, Dennis en Tom C. Ja, dat was natuurlijk nog wel even een spannend moment. Want dat is het laatste moment dat je eventueel gewoon nog naar huis gestuurd kan worden. Dat we daarna de familie allemaal weer terug mochten zien, dat was natuurlijk ook heel tof. Dan zit je nog lekker vol je emotie en dan zie je weer de mensen waar je veel van houdt. Euforisch moment. Was tof. Welke opdracht is jou het meest bijgebleven? Parachutespringen was natuurlijk onvergetelijk. Dat gaan we ook niet zomaar meer vergeten. Maar ook het varen op die boot en het daar vanaf mogen springen, dat was fantastisch. Ja, als ik er dan echt eentje uit moet kiezen, de opdracht waarbij we de terrorist moesten arresteren. Ja, die is me het meest bijgebleven omdat ik daar misschien ook wel het meest trots op ben. Een moment die waarschijnlijk bij jou in je geheugen gegrift staat, is het boksen. Hoe kijk je daarop terug? Ik heb natuurlijk flinke klappen gehad tijdens het boksen. Ja, als Krav Maga-instructeur gaat natuurlijk al je geloofwaardigheid daar in één keer down the drain. Ik denk niet dat heel veel mensen kunnen zeggen dat ze tegen Valentijn Overeem hebben mogen boksen. Ja, wat ze wilden zien was dat je strijdvaardig was. Nou ja, dat ik daarna zo snel mogelijk weer wilde opstaan, denk ik wel dat hetgene is wat ze graag wilden zien. Ja, hoe kijk je daarop terug? Ik vind het wel superleuk ook natuurlijk. Wel een onvergetelijke ervaring. Wat ga je nooit meer vergeten? Wat ik nooit meer ga vergeten is het teamwork wat we hebben laten zien met de groep. Ja, dat trotse gevoel wat ik had na de dijkenmars, dat zou ik nooit meer vergeten. Want we hadden het gewoon gefixt met z'n allen. Ik stond daar echt wel emotioneel en met tranen in mijn ogen toen we daarmee klaar waren. Wat heb je geleerd tijdens jouw deelname aan Kamp van Koningsbrugge? Dat als je denkt dat je niet meer kan, maar je het wel heel graag wilt, dat het nog steeds kan lukken. Ja, dat neem ik echt wel mee in de rest van mijn leven. Nou, bedankt allemaal voor het kijken naar Kamp van Koningsbrugge. Ik hoop dat jullie het net zo'n vette ervaring vonden als dat ik het vond. Volg je Kamp van Koningsbrugge nog niet? Ga het volgen op Instagram. Wie weet, tot ziens. Later.